Ook kinderarbeid wordt niet geschuwd. Hier zien we opstapper Bas de boot hooikazend de Alexa-baai insleuren. En zijn vader Erik heeft inmiddels het anker gepresenteerd. Iets verderop zien we het palaveren aanvang nemen en namelijk het pannenkoekenpalaver. Maar eerst moet Bas natuurlijk kijken of hij bij de hond pluk kan komen. Maar volgens de vader wilde Bas dolgraag overboord. En het is een feit dat kinderen geen kou voelen. Dat is natuurlijk altijd handig. Maar daar komt ook nog de laatste. Het laatste schip aangevaren. We zijn trouwens in de Alexa-baai. Sorry dat ik dat even vergeten te vertellen was. Op de achtergrond hoort u waarschijnlijk het geluid. En daar zijn nog wat mensen te water, zie ik. Het stuur op de riem moet in diep water geoefend worden. En daarna kan het in ondiep water in praktijk gebracht worden. Daar komt nog een coaster slow de Alexa bij binnengevaren. En de andere Omeda.